Goedemorgen, wij zijn klaar voor de laatste week Rondje Noord. En ik hoop u ook. Zijn we er inderdaad klaar voor? We zijn fitter als ooit tevoren. Zo. Dat dacht ik. Zo. Het wordt af te willen geblazen. We hebben er zin in. En de laatste week wordt ook de moeilijkste week, hebben wij ons laten vertellen. Maar daardoor laten wij ons niet uit het veld slaan. Met fris gemoed beginnen wij aan de eerste envelop van vandaag. Ondertussen vertelt Okkie even voor welk goed doel wij vandaag strijden. Okkie. Deze week is dat Handicamp, een organisatie in Appingedam die weekenden en vakanties organiseert voor gehandicapte kinderen. Vorige week bijna 1100 euro, dat was meer dan we verwacht hadden voor het trein- en trammuseum in Zuidbroek. En 900 euro bijna de week ervoor voor de dierenambulance Noord-Groningen. Dat zijn dus we helemaal bij. We gaan voor minstens 1500 euro deze week. Misschien leest even de dinges voor. En de eerste envelop van vandaag bevat de volgende opdracht. Ga een ontbijt serveren bij twee mensen die op onderstaande lijst staan. Of Johan Remkes, of Bert Visser, of Mario van Dijken, of Dieter Doesburg, of het duo Levchenko-Kolenko, of Geert Spieker. Dus we moeten ons gaan opsplitsen en bij twee van deze mensen een ontbijt gaan brengen. Eet smakelijk. Nou, laten we dan eens maar eens ontbijt gaan regelen. Voor een glazen puin. Nou. Goedemorgen. Het brandt wel licht. Maar de buren zitten op slot. Achterin. Misschien zijn ze daar nog achter de schermen bezig de boel voor te bereiden voor de verkoop. Hier. Oh, daar komt iemand. Hallo, goedemorgen. Wij werken voor een goed doel, altijd. Dus we vroegen ons af of wij hier om een ontbijt kunnen bedelen. Wat wij dan weer aan een bekende Groninger kunnen gaan serveren. Oké. Ik dacht twee bolletjes brie, twee bolletjes gezond, twee croissantjes hamkaas en twee met kip curry. Johan Remkes is ons daarbij, jij bent in te wonen. Ja. Zullen wij daarvoor gaan? Ja. Oké. Okay. Nou, doen wij dit eerst? Ja. Ja, vind ik leuk. Ik vind dat we wel een beetje die uitdaging moeten zoeken. Ja. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Mede namens de Koeien ook nog, had ik dan. Goedemorgen. Dit is Okkie Smit, RTV Noord, Rondje Noord. Wij hebben een heerlijk ontbijt voor u en uw partner. Mogen we verder komen? Oké, dank u wel. Ik hoop dat de mensen het allemaal konden verzamelen. Dus iemand in huis, een vrouwspersoon zo te horen, zegt die komt even naar voren. Mag het wel zo'n intercomnetje zo hebben of zo? We zijn hier bij de woning van Johan Remkes, mag ik hopen? Ja. Is meneer Remkes aanwezig? Nee, hij is niet aanwezig. Ach. Hij is met vakantie. Ja. Dus, u past op zijn huis? Ik pas op zijn huis, ja. Ik geloof niet. Wat een mooi huis, wauw. Maar ik denk niet dat ze er is. Nou, weg maar naar Geert Spieker. Plan 2. Johan Remkes was er niet. Kijken of Geert Spieker wel thuis is. Hebben wij een plan B? Ja, dan inpakken we weer en dan de volgende. Wie doen we? Mario van Dijk of Geert Spieker? Ik ga voor Mario van Dijk. Oké. Okidoki. Gelukkig dat ze niet met de caravan weg is. Ja. Ja. Ik weet het nooit. Dat is je ontbijtje. Met een pleverkauke erbij, want die eten we de hele week al. Op naar plan C. Sorry Geert. Jammer Geert. Prettige vakantie toch? We zijn op zoek naar Bert Visser. Goedemorgen. We zijn bij hiernaast. Hiernaast, waar het een verbouwd wordt. Ja, nee. Ja.
Dat wil je toch ook niet, hè? Ik bedoel, de derde week alle opdrachten vervuld, naar behoren. En dan beginnen notabene Jody en ik met een opdracht die niet slaagt. Waardoor er geen 20 euro wellicht kan gaan naar het goede doel van deze week. Mario, ja. Hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En jullie voor het lekker ontbijt. Leuk dat we je mochten overvallen. We hebben het volgende envelopmoment aan jou de eer om onze volgende opdracht voor te lezen. Tada! Maandag 6 augustus, dat moet goed komen, dat is vandaag. Opdracht 2. Ga naar de drafbaan in het Stadspark Groningen. Daar moet je om 11 uur zijn. Ja. Geen probleem. Je meldt je aan bij Bert de Bij, op het stalterrein van de drafbaan. En je gaat zijn opdracht uitvoeren. Het slotfeest is op de drafbaan, dus Ellen zei, we moeten toch iets doen wat een link heeft met de drafbaan. Dus dat betekent dat je op de sulky moet. En daar zijn een paar varianten voor, dus die moet straks mee bespreken. Het kan zijn dat je er op zo'n stukje achter zit, we kunnen ook iets meer ruimte nemen. En even terug naar het woord sulky. Hij staat daar. Okay. Dat is bijvoorbeeld de wedstrijdkar die we hebben, maar we hebben ook een uitrijdkar daar. Zit je iets royaler op, dus ik denk dat we eerst met z'n tweeën beginnen. Als het dan misgaat, kan ik nog ingrijpen. Oh. Dan moet je even kijken, dus ik denk dat het makkelijk is dat we spannen zo even in. En dan rij ik eerst even een rondje met jullie allebei, dan heb je de lijn in de hand. Dan zit ik ernaast, gaat er dan wat meer, dan kan ik ingrijpen. Ja. En dan moet ik even kijken, want als ze wel er vandoor gaan, ga je 50 km per uur. Ja, dat is minder. Dus het gaat wel om iets. En zo'n wedstrijd zulke hier, dan zit je echt zo ver achter die benen, dat moet je wel een beetje willen. Maar daarom niet. Oh, hij heeft al een jaar of vier een bijnaam, dat is Doedeltje. Hij is namelijk een beetje sloom. Beetje sloom? Oh, dat past wel bij ons. Hij is een middenklasse. Hij heeft 1000 of 8 verdiend, een keer of 8 gewonnen in zijn leven. En aan het begin van het jaar ging hij helemaal percent normaal. Ik is net toe aan 10.000 kilometer beurt. Hij is helemaal gereviseerd. Helemaal gereviseerd. Essa música. Jody. Ja, heb je hem? Want ik dacht, het is een beetje zo'n ponypak slag haar rondje, weet je wel. Hij gaat vanzelf over het zand, maar dat is dus niet zo. Je moet echt sturen. Heb je nog meer tips voor mij, Janine? Ja. Zit de stuurbekrachtiging op? Nou, het is best, je moet het goed strak houden, anders gaat hij er vandoor. Ja, en je moet echt sturen. Want je verwacht dat het paard wel snapt dat hij zo'n rondje moet. Homa, homa. Goed zo, een beetje de baan op. Oh, zo. Nou, goed zo. Homa. Homa. Dat ziet er professioneel uit. Ja? Ik moet hem wel strak houden? Of? Ja, nou, ik kan hem vast. Jij hebt nog hockey? Of, ja. Agora. Is het heftig? Is het heftig? Ik weet dat het er niet eng uitziet. Maar als je erop zit, is het zo'n stukje van je achterbenen af. Je merkt dat het beest. Ik zou niet zelfstandig durven doen. Agora. Essa música. Zo'n paard is, kan je dus niet berijden.
Dat kan wel hoor, maar dat moet iemand eigenlijk professioneel gaan doen. Dat kun je, want deze heeft een mooi grote maat en we zien wel dat hij in gedrag vrij makkelijk is. Ja. Dus op het moment dat hij gewoon even beleerd wordt, is er niks aan de hand. Ik kan dat niet. Nee. En ik durf er zelf ook niet op te rijden. Ik vind nee. Mij, is mij even te link. Dat, daar heb ik niet voldoende ervaring voor. Leuk om te doen. Lief beest. Ja. Wel dat je er vlak op zit, hè? We horen de collega's zijn erg onder de indruk. Maar goed, de bikkel had de realiteit. De bikkel had de realiteit. Oké, leest. Opdracht 3. Fiets naar Garmut en organiseer. Organiseer. Doen we nog een keer. Opdracht 3. Fiets naar Garmut en organiseer daar in het Rijdiep een zwemwedstrijd. Zorg dat er zoveel mogelijk publiek is. Jullie moeten zelf ook meedoen, uiteraard. Zwemmen dus. Of weer nog één. Ja, de afstand staat er niet bij. Wij zijn samen mensen. En wij spelen het spel. We doen de raarste dingen. En ieder ziet ons wel. We verdienen geld voor goede doelen. En dat is even. We gaan van stad naar dorp. Op de fiets of hoe het ook moet. Een rondje nog met ons vier. Mooi. We zijn veel plezier. Elke dag een nieuwe dag. We staan weer op en we staan in de wacht. Een rondje nog met ons vier. Eindelijk doen we het. Nou, rood man. Oh, ik raak je de bodem. Maar wat doen we? Laten we ze van A naar B zwemmen en zwemmen wij zelf mee? Is het, wij kunnen ook zelf onderdeel zijn van een team. Maar nou, zwemmen wij tegen elkaar? Of? Ja, ja, dat eigenlijk in een team. Ja. We spelen ons 2-2 op in twee teams, ja. Met deelnemers. Ze springen van de wal, ze springen naar de overkant, krijgen een ballon en springen met een ballon weer terug. En dan is het volgende aan de beurt. Zo'n estafette. Wie legt even uit hoe dat verder is nu weggegaan? Nou, dat is niet zo moeilijk. We maken een team Janine en we maken een team Okkie. Helft van het team staat hier met een ballon. Ook de andere helft van het team. De ene helft staat hier, de andere helft staat aan de overkant. Je zwemt met een ballon naar de overkant. Geef de ballon aan de andere helft van het team. In dit geval bijvoorbeeld Janine. Dan mag die groep daar starten. Zwemt met een ballon, weer hier weer terug. En degene die hier het eerst terug is met een ballon, die heeft gewonnen. Die groep. Ja, en bedankt. En deelnemers hier verzamelen voor de zwemwedstrijd van Rondje Noord. Komt u maar aan deze kant op. Voor de rebel terugkomen met de uitslag. Wie doet er mee voor de zwemwedstrijd Rondje Noord? Komt u maar, niet allemaal. Komt u mee, zwemwedstrijd Rondje Noord. Makkie, zet hem op, kom op. Ik ga sneller, kom op jongens, sneller. Janine heeft gewonnen.
Hoe kan dat? Ja. Wij waren het ballon heel gauw kwijt. En zonder ballon hadden we zelf bedacht, ben je gedisqualificeerd. Ik heb nog geprobeerd door te zeggen van als we aantikken, misschien helpt dat ook, maar... Nee. Ja, wel even, wel even. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Het team van Janine, de kampioen van de zwemwedstrijd van Rondje Noord. Hartstikke goed, jongens. Ik geef ze een rondje, hè? Het kost wat moeite, maar ja. Helaas moeten wij vaststellen, Rolf en ik, dat ons team, Team Okkie, verloren heeft met de zwemwedstrijd van Rondje Noord in Garnwerd. Janine en Jodie, wat een goed team, van harte gefeliciteerd. Jullie weten wat dat betekent, hè? Dat jullie een rondje gaan geven. Dat jullie hier nog een keer nu te water moeten. Ja, dat kondigen wij even af. Kan je het nou, Oké. Okay. Dit was dag 1 van de laatste week Rondje Noord. Morgen zijn we er weer. Nou, heel goed. Dag, dag, Rondje. Vrijdag 10 augustus staat de drafbaan van het Stadspark in Groningen muzikaal op zijn kop met het Rondje Noord Slotfeest. Vanaf 2:30 staan heel veel topartiesten bij ons op het podium. 1, 2, 3, 4, daarna maken wij plezier. Een festival van liefde aan de vrouw die op me wacht. Of lieve wachten. Volg het spektakel live vanaf 2:30 op Radio Noord of kom gewoon naar het Stadspark in Groningen. Je hebt me alle hoop ontnomen. Kleine jongen zitten wachten. Ik hou van dansen en muziek. Mis het niet, het Rondje Noord Slotfeest. Vrijdag 10 augustus. En van ouders